Bianca, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het met je? Heel goed. Alles goed, ja? En Bianca, dan kom ik hier. We staan natuurlijk in een kledingzaak, een modezaak moet ik zeggen. Maar als man die daar niet zoveel van weet, dan ben ik opeens helemaal geïnteresseerd in de kunst die jij hebt. Kijk, en hier zie ik een werk staan en dat lijkt wel heel veel hier op die jurk. Dat is toch geen toeval. Hoe zit dat? Schilderij allemaal vanuit de schilderijen worden de kleding stoffen gemaakt en de oplage is niet zo groot. Dus, dan is het ook best prijzig, denk ik. Of nee, valt dat wel mee? Nee, het valt wel mee. Midden. Maar ik zie dat jij best wel veel, want ik zie in je etalage heb ik net even een paar shotjes gemaakt. Ja. Ja, dat zijn toch hele bijzondere creaties. Maak je dat zelf of wordt dat ook door kunstenaars geleverd? Ja, Linda van Stylin. Dus oké. Okay. We hebben gewoon met z'n tweeën een beetje gekeken wat kunnen we hier nu mee. En dit is de eerste keer in Middelburg dat we wat neerzetten. Dus het kan altijd beter volgend jaar. Doen we nog beter ons best. Maar het begin is daar. Ik zie ook op verschillende plekken. Oh, daar zie ik de Aventure des Etoiles. Of de Etoiles. Maar ik zie bijvoorbeeld ook allemaal van deze baby-achtige figuren. Ja, met van Jean-André. Van wie? Jean-André, dat is. Ook een kunstenaar. Ja. Maar, alles is te koop. Oh, dat is ook gewoon te koop bij jou? Te koop, ja. Dus eigenlijk ben je ook een klein beetje galerie. Ja. Maar zo profileer je niet echt. Dat doe je eigenlijk een beetje zo de. Tussendoor. Want ik zie dan ook nog achter me en zowel hier deze dame met die roos in de haar. Van wie is dat dan weer? Van Frank van Meijden. Ja. Heeft hier veel staan. Deze. Hoofden, zeg maar, zijn van hem en achter. En de schilderijen die ik hier achter heb staan. Dat is ook nog van hem. Dat is ook die heb van hem gezien. Ja. En Frank van der Meijden, dat is de man die vroeger ook in de muziek actief was, ja. Toch? Maar is hij nu helemaal bezig met kunst? Ja. En werkt dat bij jou dan ook net als bij een galerie, dat als er dan iets verkocht wordt, dat je daar dan commissie voor krijgt? Of is het voor jou meer de aankleding van de zaak? Meer de aankleding. Ja. Het zijn ook meer mensen die ik allemaal ken. Ik vind het gewoon leuk om hun werk ook naar buiten te brengen. Ja, maar het zijn mooie kunstwerken. Ja. Met Barbie-poppen. Ja, het is van die doos hè, die hij maakt. Het is een leuke man. Een hele leuke man. Geloof je meteen. Het doet me een heel klein beetje denken aan Anne Bril. Dat is een Middelburgse kunstenares die ook stripverhalen maakt, beeldverhalen. En die werkt, ken ik ook. Ken je haar, ja? En die werkt ook heel veel met poppen. En, klopt. Het heeft er dan toch wel iets van weg, dat vind ik wel grappig. Nou ja, dan moet ze een keer komen, zeg ik tenminste. Ja, nou, misschien wist ze dat wel leuk. Ja. Af en toe leest ze wel dingen bij ons. Dus, ja, leuk. En Bianca, hoe is het verder met je zaak? Want jij bent hier nu een jaar. Ja. En je hebt de Nieuwe Burg. En je begon als pop-up. Je hebt ook in Goes en in... En Vlissingen gezeten zelfs, maar je komt ook uit Vlissingen. Ja. Maar hoe bevalt het in Middelburg zo'n jaartje? Ja, fantastisch. Ja, ben je blij? Ja, ik ben blij dat ik die stap heb gemaakt in Middelburg. Ja, en ook de stap van pop-up naar definitieve winkel. Dat is natuurlijk ook toch ook dat. Weer, dat heeft ook meer verplichtingen waarschijnlijk. Spannend. Maar, nog steeds. Ja. Nog steeds. Ja, het is het is gewoon een passie hè, die je uit wil dragen. Dus ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, en wat ik dan wel interessant vind, is, want het gaat natuurlijk best vaak het verhaal dat Goes is de modestad en Middelburg heeft andere nadrukken, maar jij hebt er dan toch voor gekozen van de drie steden voor Middelburg. Heeft dat een speciale reden? Of? Nee. Ik vond Middelburg, de winkel waar ik in stond, vond ik heerlijk. Ik heb altijd een heel goed gevoel gehad. En ik vind Middelburg beter bij mij passen. Ja, ja. Dat kan, hè? Ja, natuurlijk kan dat. En zodoende heb ik de stap naar Middelburg gemaakt. Want hier heb je waarschijnlijk ook weer een heel ander publiek. Ja. En Vlissingen, Goes en Middelburg verschillen behoorlijk. En natuurlijk gaat iedereen wel eens winkelen in een andere stad. Ja. Maar het is leuk om die wisselwerking te hebben. Ja, ja. Absoluut. En mis je nog dingen op het gebied van mode of samenwerking? Of zijn er nog, heb je nog wensen? Ik zou, dat heb ik al eerder aangegeven. Hè. Ik zou de vriendinnendagen wat actiever willen. Ja, want dat doen ze deden ze in Goes. En wat is dat dan precies, de vriendinnendag? Dat is gewoon de voorjaar- en de najaarscollecties. De voorjaar en de najaar. Dat,
die collecties worden dan echt naar buiten gebracht. Met name door vriendinnendagen, dat je echt met vriendinnen op stap gaat. Lekker gaat shoppen. Lekker gaat shoppen. En modeshows bekijken. Oh, dat is dan echt speciaal. Geven. Ja. Ik bedoel, dus door heel de stad Goes wordt er dan op vrouwengebied van alles gedaan. En de horeca doet dan ook mee? En de horeca doet ook mee. Dus ja. Dan krijg je dan bijvoorbeeld, als je ergens een jurk hebt, krijg je ergens een lekker taartje erbij. Dat zou ook kunnen, inderdaad. Ja, dat zou die samenwerking kunnen zijn. Ja, misschien is het wel een goed idee. Het is nooit verkeerd om goede ideeën. Nee, ja, maar dat zou ik wel eens een keer willen. Ja, nou ja, goed. Je hebt het nu gezegd. Dus misschien zijn er andere ondernemers in de stad die het hebben gehoord. En die kunnen dan gewoon vast een keer bij jou binnenlopen. Dat is geen probleem, toch? Nee, absoluut. Helemaal goed. Nou, dan dank je voor je tijd. Ik wens je heel veel succes hier. En van harte welkom bij de Vereniging Ondernemers. Ja, dank je.